Vandaag, uiteraard, gaan we weer een hele leuke nieuwe vlog voor jullie opnemen. Oké, daar gaan we jongens. We gaan nu verder met deze auto. Wel bekend, de 328 van Martijn Kuipers. Een hele goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. En vandaag, uiteraard, gaan we weer een hele leuke nieuwe vlog voor jullie opnemen. Jelle is er gezellig bij. Wat gaan wij doen? Het tweede deel van deze vlog weet ik nog eigenlijk niet wat het gaat worden. Maar ik weet wel wat het eerste stuk gaat worden. En dat is het meten van onder andere deze M5. Hij is van 2005. Hij heeft zo te zien ook wat modificaties. Dus de eigenaar mag er even bij komen en vertellen wat er allemaal aangepast is aan de auto. Want ja, ik kan dat niet alles maar raden. Iets met uitlaat, denk ik. Ja, wij maken even eens uitlaat op maat. Ja. Dus, er komt nog een auto die ook. Voor de rest eigenlijk niet veel. We hebben een paar stickers erop van het bedrijf. Maar de katalysator is weg? Ja, de katalysators zijn eruit. Dus downpipe zit eronder? Nou, hij heeft geen turbo's. Dus, Nee, precies. Het is een turboloze. Yes. Dit is een 10-cilinder als het goed is. Ja. Is dit hetzelfde blok als wat in de M6 ligt? Klopt. Want we hebben onze vorige video gaat over de M6 van BMW Gijsbertsen. En inderdaad, die had origineel volgens mij rond de 500 pk. V10 en een SMG-automaat. Ja. SMG3. En deze een handbak of ook? Nee, ook SMG. Ook SMG3. Gaaf. Nou ja, spannend. Ik ben heel benieuwd of deze net zo mooi scoort als die van Gijsbertsen. Brandstof neem ik aan, E5? Of hoger? 98. Dus de E5 zit erin. Hartstikke goed. Gaan we de auto zo binnenzetten. Gaan we hem vastzetten op de bank. En ik ben heel benieuwd naar de score. Jammer. Even kijken, deze moet in zijn N-stand natuurlijk gewoon. En hij staat lekker op. Gordeltje niet vergeten. Is er nog een M-stand waar ik aan moet denken? Ja. Ja? Hetzelfde als bij de M6. De M-stand. Laten we die toch maar even activeren. Ja. Een beetje herkenbaar eigenlijk weer van de vorige vlog. We hebben een afstandsbediening hier aan je stuur. Aha, we kunnen nog een klepje opengooien. Jongens, we hebben hier nog een afstandsbediening en een mooie sleutelhanger. Doet hij goed? Ja, een beetje open natuurlijk. Vind ik leuk. Vind ik lekker. Oké, daar gaan we jongens. Hij gaat wielspinnen. Een beetje maar. Een beetje. Ik denk ineens, hij wil niet. Hij greep in. Mooi. Het geluid man. Zie je? Maakt dat het wel wat lastiger met vastzetten, maar Paul heeft hier een plek gevonden. Eerst met kettingen vastgezet, nu met deze spanband. En uiteraard ga ik ervan uit dat het weer 4 gaan worden. Gaan we naar links of naar midden? Okay. De auto staat weer vast, de achterkant staat vast, de voorkant staat netjes. Blower gaat aan, we gaan deze opstarten. Heel high, die gaat zo nog verder open. Oordop op, want dit wordt herrie. Dit wordt echt geweldig. Uiteraard bekend van de M5. Staan op de tablet. Remy gaat ze even verder toelichten. We hebben gemeten met klep open en klep dicht in de uitlaat. En daar zie je toch wel echt wel een duidelijk toch wel verschil in resultaat. Dus Remy ligt hem verder toe. Ik geef het woord nu aan Remy. Hallo, het woord is aan mij. We hebben twee metingen. Eentje met klep open en eentje met klep dicht. Toch voor de gein kijken wat het doet. En je ziet toch wel een verschil. Hoog toerental heb je absoluut meer flow met klep open. En dit hele stukje daar, dit gebied zeg maar, hier blijft hij vrij vlak richting die 8000 rpm. En rood is met klep open. Dus je ziet letterlijk wel verschil in minder tegendruk aan het einde. Dus dat is positief? Ja, is positief. Meer herrie, maar
meer ook, herrie, maar ook meer resultaat. Ja. Dus er zit zeker verschil duidelijk in, zeg maar. Dus ja, allemaal snel aan de gang. Klepsysteem kopen. Hij scoort wel goed dus. Ja, voor een auto van 2005. Ja, er zit natuurlijk wel een ander blokje in. Niet bij de eerste motor. Niet bij de eerste motor, maar we zitten op klep open 508,4 pk met 534 newton. Ja. Newtonmeter. Newtonmeter, voordat mensen daar commentaar op hebben natuurlijk. Ja. En klep dicht zit op 491 met 520. Ja. Dus ja, zeker weer verschil. Remy, als jij een BMW zo'n model zou mogen kiezen, een M-model, wat is nou echt dat je zegt, ja, daar word ik echt wel warm van? Dat vind ik echt... Nou, qua rijden vind ik bijvoorbeeld een M3 of een M4 erg leuk. M3 en M4, en dan heb je het over dus model... Maar qua rijeigenschap. Hè? Maar ik bedoel, qua vermogen zou ik de nieuwe M5 pakken. De nieuwste M5? Ja, natuurlijk. Okay. Maar het oude spul is dus niet jouw ding? Nou ja, nee, ja, ik vind het schakelen is natuurlijk vrij lomp met de oude V10's. Maar het geluid daarentegen is wel overweldigend. Ja. Dus het is een heel erg smaakverschillend, denk ik. Wat zouden jullie kiezen als M-model? Wat is nou jouw favoriete BMW M-model? Dus wij zijn benieuwd. En misschien is het leuk om ook een keer die auto weer op de bank te zetten. Of misschien hebben we al op de bank gehad. Of getuned. Laat even een reactie achter in de comments. Wat jij zegt van, nou, dat vind ik nou echt zo'n vette BMW. Mag ook uiteraard een niet M-model zijn, maar ja, roep het maar. Laat maar hierachter beneden ergens in de comments. En nou, gaan wij kijken of we zo'n auto kunnen regelen. We gaan nu verder met deze auto. Wel bekend, de 328 van Martijn Kuipers. Martijn halen we zo nog eventjes bij. Ik heb zijn sleutels al ontvangen. We gaan hem zo op de testbank zetten. Hij heeft de bobines ververst, want die waren slecht. En Martijn, wat heb je nog meer gedaan aan de auto? Bobines? En de bougies sowieso, want daar ging hij vorige keer slecht op. Oké, bougies zijn vervangen, bobines zijn vernieuwd. En dit is trouwens Martijn Kuipers. Ja. Wat gaan we scoren? Een goede scoren. En wat is ja, goed? Ik ga ervan uit dat hij nou wel met een 3 begint. Met een 3? Oké, dus boven de 300 pk. Ja. Spannend. Daar gaan we vanuit. Gewaagd, hè, op de N20. Mm-hmm. Mm-hmm. Downpipe dus, hij is stage 2 al getuned. Ga hem zo vastzetten op de bank. Boven de 300 pk, en anders moeten we de bank manipuleren. Ja, dan moeten we dat aanpassen. Gaat goed komen. We gaan hem binnenzetten. Gemeten, hè? Ja. Ja, maar? 2,96. Dus geen 3? Dus geen 3, nee. Maar we gaan nu misschien 3 doen. Ja, denk je dat we het kunnen halen? Ja, dingen moeten 3,20 kunnen, makkelijk. Okay, dus... Maar hij wil gewoon niet. Ja, we gaan het proberen. Wat is er gezegd? Ja, dat we dus niet de 300 gehaald hebben. Nog niet? Nog heb niet. Heb vertrouwen. Je hebt wel vertrouwen, oké. Okay, top. Nou, we gaan het gewoon verder proberen. Hij loopt alweer. En anders manipuleren we de bank. Ja, nee, gaan we niet. Zo werkt het niet hier, okay, hè? Nou, heel goed, heel goed. Je kent ons. Uitslag van Martijn's auto. Misschien grappig om even in de log ook te laten zien, zeg maar. Het ding komt gewoon niet boven 300 pk uit, wat we ook doen. Als je hier meekijkt in de log, zeg maar. Dit rode lijntje is gevraagde boost. Het blauwe lijntje is geleverde boost. Dus turbo gaat gewoon nooit het vermogen halen wat we zouden willen in onze tune. Het kan verschillende oorzaken hebben. Dat is even een kwestie van onderzoeken, maar ik vermoed dat luchtinlaat enigszins wel van invloed is op dat turbo gewoon niet kan flowen wat we zouden willen dat hij doet, dus wat hij hoort te doen. Dus het ding komt gewoon strak op 300 pk, hoger gaat hij niet worden op dit moment. Dus wordt weer een keer vervolgd. De auto is weer los, Martijn is klaar hier. Geen 300 scoren. Nou ja, hij zegt 300, dus daar gaan we dan maar vanuit. Dus het zijn 3 pk dat hij net haalt. Afrond... Alleen, wat dus nu het punt is, ik weet niet of je het al eerder had gehad. De turbo gaat dus niet mee wat het eigenlijk moet doen. Ja. Dus ik ga nu, dat zal misschien in de lucht laten, in de inlaat zitten, het luchtfilter. Dat ga ik dan nog aanpassen. En het turbootje even bekijken, dus dan moet het wel goed komen. Voor mij komt hij gewoon weer een keertje terug. Ja, dat sowieso, altijd gezellig. Alleen, ja... Die 20 pk, het is leuk als je net dat hij met de 3 begint, dan zou het 300 zijn. Dat wordt dus gewoon het doel, daar gaan we voor. Nou, we weten in ieder geval nu waar we staan, hè? We weten nu weer waar je aan toe bent. Ja. Auto's is weer dus weer los, hij gaat nu naar buiten. En, ontsteking is sowieso goed, dus dat probleem is opgelost. Kijk, dus bobines, bougies, het nut gehad. Ja, zeker weten. Dus dat is wel zo'n goeie. Kleine aanpassing, maar
veel betere prestaties. De auto gaat naar buiten en ik wens jou nog een fijne dag. En waarschijnlijk binnenkort ben je. We zijn klaar voor het volgende dag. Ons idee was om aan deze video nog een auto toe te voegen. Echter, met deze twee dikke auto's, dus de BMW van Martijn en de dikke M5 V10, hadden we eigenlijk al gewoon een video van 10 minuten. Dus wij dachten, we gaan gewoon een extra vlog uitbrengen. Maar die is dus al opgenomen. En ja, het is wel weer een BMW. Een hele dikke BMW. Dikke BMW! Ook wel weer van een bekend persoon. Dus ja, dat houden we nog eventjes spannend. Dat is te zien in onze volgende vlog. Nogmaals jongens, bedankt voor het kijken. Vergeet uiteraard niet even te abonneren. Hier ergens op de knoppen. Een duimpje wordt altijd gewaardeerd of een leuke comment. En ja, mocht je nog ideeën hebben voor onze vlogs, wat wil je graag zien? Zet het in de comments. Dan gaan wij kijken of we dat kunnen toevoegen aan een van onze volgende video's. Dank jullie wel voor het kijken. Ja, en we zien jullie snel weer terug bij onze nieuwe video. Stay tuned.